Goedemorgen, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto kunnen we zien dat een groot deel van het land al te maken heeft met bewolking. Hooguit in het oosten dat nog een klein beetje zon te zien is. Vanuit het zuidwesten breiden intussen ook buien zich over het land uit. En enkele keren is daar al onweer bij gemeld. En ook later vanochtend en vanmiddag kan in de rest van het land een bui vallen met onweer. Met 20 tot 23 graden is het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Verder waait er een matige wind uit het zuidwesten, kracht 3 of 4. Laat vanmiddag en vanavond komen er vanuit het westen uit opklaringen en wordt het op de meeste plaatsen geleidelijk aan droog. Alleen in het oosten en noordoosten is nog kans op een bui. Het koelt af naar een graad of 19. Morgen heeft met name het noorden en oosten vrij veel bewolking. Tussendoor schijnt af en toe de zon en er trekken nog een paar kleine buien daar over dat deel van het land. In het zuiden en zuidwesten is het overwegend droog en schijnt de zon geregeld. Door 20 tot 22 graden bij een matige wind, aan zee misschien vrij krachtig uit het westen tot noordwesten. Dinsdag, woensdag en donderdag overwegend droog en de middagtemperatuur gaat geleidelijk aan weer omhoog van 22 graden op dinsdag naar 25 graden op de donderdag. Ik ben Ben Langham van weerplaza.nl.